Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Vandaag weer een pizza video, want ja, ik wil mijn pizza zo goed mogelijk maken, had ik in mijn laatste video al gezegd. Ik ben het deeg aan het verbeteren en ik wilde een keer gaan proberen om het deeg 24 uur in de koeling te laten rijzen, maar ik heb dat even zitten uitzoeken en dat is nog best wel een gedoe met andere hoeveelheden gist en zo. En weet je, dus ik heb bedacht, ik ga gewoon verder met het deeg wat ik altijd doe, gewoon in een uur laten rijzen. Ik had de vorige keer al 0.0 bloem gebruikt. Dat ging onwijs goed. Alleen tijdens de video kreeg ik hem niet helemaal goed van de schep af. Maar ik heb na de video heb ik nog een pizza gemaakt van de andere boldeeg. Zal ik even laten zien. Die heb ik ook met de hand gevormd. Dat ging helemaal goed. Ik had ook wat bloem op de schep gestrooid. En die was echt perfect. Dat was denk ik de beste pizza die ik ooit heb gemaakt. Dus vandaag weer een pizza. En ik heb nu ook aan het deeg griesmeel toegevoegd. Dat schijnt veel beter te zijn voor de korst ook. En het is ook makkelijker als je het op je werkblad strooit met de hand uit te vouwen. Dus ik heb eventjes een nieuw filmpje opgenomen over hoe ik nu mijn deeg maak. Komt ie. Ongeveer 200 gram 0.0 bloem. En dan 50 gram griesmeel. Ongeveer 3,5 gram instant gist. Half zakje. Nou, 4 gram. 150 milliliter handwarm water. 1 theelepel suiker. Dat is om de gist te activeren. Dat doe je bij de gist. Dan doe je een klein beetje van het water erbij. Zo. Mengen. Dan 1 theelepel zout bij de bloem en griesmeel. Mengen. Gooi ik het gistmengsel erbij. De rest van het water. Nou, even mengen. Oeh, het voelt al heel anders weer met die griesmeel erbij. Zo, en dan 10 minuten kneden. Het plakt al veel minder dan ik gewend ben. Kijk eens. Wat een prachtig deeg weer. Nou, ik verdeel hem nu in twee, want dit is voor twee pizza's. Het moet ongeveer even zwaar zijn. Dan maak ik twee bollen. 1, 2, een heel klein beetje olijfolie tegen het plakken. Dat is ook wel prima voor een beetje dat in het deeg zit. Zo, afdekken met plastic of met een natte theedoek, als het maar niet deeg raakt. Zo, de oven staat op 25 graden ongeveer. Dan laat ik het hier een half uurtje rijzen. Tot 3 uur. Daarna haal ik het eruit. Zet ik het op een andere warme plek in de huiskamer. En gaat de oven vol uit. Met de pizzasteen erin. Die er al in zit. En vandaag, ik had een heel leuk idee. Ik ga een pizza Hollande maken. En dat is gewoon een zelfverzonnen pizza. Die ik ga maken in de kleuren van de Nederlandse vlag. Want ja, de Italianen hebben de margherita met de kleuren van de Italiaanse vlag. Dus ik denk, waarom hebben wij geen pizza met de kleuren van onze vlag? Dus ik ben naar het kaaswinkeltje geweest in Gouda van Ad. Ik kom daar al jaren. Ik kwam daar jaren geleden al toen nog bij de Cubanita werkte om wel eens kaas te halen. En ik heb echt kazen gehaald. 3 goudse kazen op de kleur uitgezocht. Dit is goudse boerenkaas met rode pesto. Dit is boeren geitenkaas belegen. En dit is ja, de mooiste blauwe kleur die ze hebben qua kaas. Dat is een beetje meer blauw-groen. Dit is lavendelkaas. En ja, dus dit zijn de perfecte kleuren voor de vlag. En wat ik ga doen, ik ga het niet allemaal random zo eroverheen strooien. Ik ga gewoon echt een vlag maken met 3 banen. En dat lijkt me ook wel heel interessant voor de smaak. Want even kijken hoe ik hem dan snij. Want dan heb je dus allemaal verschillende smaken met verschillende kazen. Dus ja, zoiets.
Lijkt mij geweldig. En ik ben ook niet on-Italiaans bezig, denk ik. Want ik maak gewoon een pizza zoals de Italianen doen. Althans, dat probeer ik. En dan op mijn eigen manier. Je hebt natuurlijk in Italië de quattro formaggi. Dit is eigenlijk net zoiets, maar dan met 3 kaas. Want meer heb ik niet nodig voor de vlag. Nou, een hoop gelul. Mensen, ik begin trek te krijgen. Ik moet nog even wachten, maar het deeg staat in de oven op 25 graden. Die haal ik rond 3 uur uit en dan zet ik hem nog even in de huiskamer. Daar is het ook warm. En dan het laatste half uur gaat de oven op de volste stand om de pizzasteen loeiheet te laten worden. Goed mensen, blijf vooral kijken. Zo, ik heb het deeg eruit gehaald. Het gaat nu nog een half uurtje verder rijzen in de huiskamer waar het 25,5 graden is. Dan zet ik de oven helemaal vol uit, op de hoogste stand, boven onder warmte. Zo, het deeg is klaar. Ik zet, even kijken, deze in de koeling voor vanavond. Want als ik vanavond weer trek heb, dan maak ik weer een pizza. Makkelijk. Nou, eens even kijken. Het lijkt of het iets minder hard is gerezen dan ik normaal gewend ben, maar misschien komt dat wel door het andere recept, ik weet niet. Het ruikt goed in ieder geval. Nou, ik ga de pizza maken. Nou, kijk hoe dit werkt met griesmeel. In plaats van met gewone bloem. Nou, het deeg voelt heel goed, heel elastisch. Dus ik hoop dat het lukt om het nu gewoon met de hand te vormen. Ik ben ook wel trek te krijgen, ik heb nog niet gegeten. Het is nu net 4:30 geweest, 's middags. Dus het is een late brunch, of zo. Zo. Nou, dan begin ik met de witte kaas in het midden. Dat lijkt me handig, waarom weet ik niet, maar ik denk dat het beter is. De geitenkaas bedoel ik. Dan doen we het blauw. Met de lavendelkaas. Nou ja, eigenlijk is die hier al rood, maar we gaan natuurlijk alle kleuren met kaas doen. Kijk eens. Oh, ik word er echt zo blij van. Nou, dan komt weer het allerspannendste gedeelte van het hele pizzaproces. En nu doe ik bloem op de schep. Nou, daar gaat hij. Nee, het gaat dus weer mis. Wat doe ik nou verkeerd iedere keer? Als het nou met de. Als de camera uitstaat, gaat het allemaal goed. En nu gaat het weer mis. Dan ben ik bang dat ik hem weer niet van die schep af kan krijgen. Hier de bodem is hier kapot. Nou, even slikken. Dat ging weer mis zoals je zag. Ik snap er geen reet van. Vorige week ging het helemaal perfect toen de camera uitstond. En nu ben ik weer bezig met de camera aan. Dan wordt er één groot fiasco. Dus ik heb nog een bol deeg over. Ik ga het nog een keer proberen. En nu gewoon met de deegroller. En als het dan niet lukt, nou ja, dan weet ik het ook niet meer. Nou mensen, poging 2. Ik hoop dat het nu wel lukt. Nou, dan gaat hij wel goed. Nou, dit gaat wel goed. Gelukkig. Klaar. Nou. Over uit. Nou.
Kijk eens mensen. Oh. Kan allebei hè, tegenwoordig. Kijk eens mensen, hij is prachtig. Wat is dit? Oké, zet hem even hier neer. Nou, en als laatste een beetje extra virgin olijfolie. En oregano. Wauw. Nou, toch nog gelukt. Nou, zo snij. Oh, jammer dat ik nog een bol deeg voor vanavond meer over heb. Ik moet vanavond wat anders gaan verzinnen. Kijk, er zijn heel verschillende smaken. Dat is zo grappig. Ik hou hem even zo, in vier stukken. Nou, Lina die moet komen. Lina! Even lokken met snoepjes, want die ligt boven te slapen. Lina! Snoepjes! Ja. Nou, dan begin ik met... Hier eens even kijken. Nou, de bodem is weer prachtig, mensen. Jammer dat de eerste poging misging. Maar goed. Oeh. Mmm. Oh, de bodem is 10 keer beter met die griesmeel erbij. Weer beter. Oh, een heerlijke smaakcombinatie. Pesto kaas met die geitenkaas. Mmm. Jammer dat er geen blauw nu hierbij zit, maar dat is wel leuk, want zo heb je gewoon twee verschillende pizza's eigenlijk qua kaas. Dat is loeiheet. Mmm. Mmm. Nou, potverdrie weer een goede pizza gemaakt. We gaan nu even die lavendelkaas de kant proeven. Oh, hij is veel te heet nog, joh. Lina! Oh, zo. Lina zit hier gewoon om het hoekje op de trap in plaats van te komen. Lina, kom snoepje eten. Lina! Een hele andere smaak. Wat grappig dit, zeg. Het echt chemisch uit. Of alsof die zwaar beschimmeld is en al een jaar... in de koeling ligt te rotten. Poes! Kom eens! Lina, kijk eens! Springen! Ik heb snoepjes voor je! Eet ze, poes. Hij vult aardig, dus wat ik ga doen... Ik ga de ene helft opeten. Dan zet de andere helft gewoon even apart. En die eet ik dan vanavond op. Dan warm ik hem even zachtjes op in de oven nog. Hoe gaat het, Lina? Hey. Je bent een beetje saai, hè? Je had toch niet de hele dag boven liggen slapen als baasje thuis is? Hey, ik heb de snoepjes even dicht gedaan. Dus mensen, ik ga deze video afsluiten. Ik wens jullie allemaal een hele fijne donderdag toe verder. Tot de volgende. Doei.